Welkom bij SV Urk TV met een samenvatting van de wedstrijd Urk ACV gespeeld op zaterdag 8 april 2017. Wedstrijdsponsor is School Assurantiën en Vastgoed. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Kloet en de pupil van de week is Pieter de Boer. En Pieter is vandaag pupil van de week. Die hier het traditionele doelpuntje mag maken en dan gaan we gelijk verder met de wedstrijd. We zitten in de beginfase, minuutje 4-5 gespeeld. Aanval van Urk over de linkerkant. En dan zit uiteindelijk de verdediging van ACV die de bal weet onderscheppen. Dan komt er een lange bal naar voren en dan plotseling staat spits Sander Hendricks. Alleen oog in oog met keeper Cornelis Kofferman. Hij maakt geen fouten. Dan zit hij 5 minuten 0-1 voor ACV. Hij is natuurlijk een droomstart voor de ploeg uit Assen. Die qua verliespunten koploper is in de hoofdklasse B. De Brakke heeft er niet van slag van de snelle achterstand. Hij probeerde via verzorgd voetbal in de buurt van het doel van de vormsteken van ACV te komen. Hier is het Hessel Snoek. Die voorzitter heeft gedacht dat de bal wordt uitgehaald, opnieuw ingebracht. Dan zit uiteindelijk Lucas Navel aan de bal. Hessel Snoek. Zijn voorzet komt terecht bij Jelle de Boer. Rakelings voorlangs het doel van ACV. Zo blijft de stand. Na een kwartiertje spelen nog steeds 0-1 in het voordeel van de gasten uit Assen. Ook over de linkerkant. Heel veel over de linkerkant is Jelle de Boer. Voorzet kan niet vastgehouden worden door keeper Wormsteker. Een schot van Lucas Snaal. Iets van richting veranderd, maar is dan een prooi voor de keeper van ACV. ACV kwam er sporadisch uit nadat ze op voorsprong gekomen waren. Hier zag een vrije trap die echt niks oplevert. En het was zaterdag ook redelijk druk op Sportpark de Vormt. Kleine 600 toeschouwers waren aanwezig bij deze wedstrijd. Dick Hartvoort, Lucas Nader. Hier ziet Rico Nijntjes vrijstaan. De linker middenvelder. Zijn schot belandt op de paal en ook in de rebound is Jelle de Boer. Niet trefzeker. Trainer Fred de Boer van ACV ziet dit allemaal gebeuren. Hier opnieuw een vrije trap voor ACV, maar die gaat hoog over de doel van Cornelis Kofferman. Zo breekt de rust aan met een 0-1 voorsprong voor ACV. En kunnen de bezoekers genieten van het prachtige voorjaarszonnetje wat afgelopen zaterdag scheen op Urk. Dan gaan we verder met de tweede helft. Verre inworp van ACV. En uitverdedigd worden door Urk. Dan gaat het bijna mis. De verkeerde trap van Kamer Kofferman. Sander Hendricks weer in balbezit, maar die staat een metertje 4-5 buiten spel. Zodat dit doelpunt niet doorgaat. Dus een lange uittrap van Cornelis Kofferman op Jelle de Boer. En die kan verder niks met deze bal doen. Ik ging natuurlijk op zoek naar de gelijkmaker. Die zit over de rechterkant Hessel Snoek. Lucas Navel en is het Maarten Dijkhuizen met een voorzet. En bij die tweede paal is het Harm de Boer. En een metertje naast het doel van de keeper Wormsteker. De bal naast kopt. Lucas Navel. Jelle de Boer. Ook naast het doel van keeper Wormsteker. Die is ondertussen door trainer Lucas Hoekman twee wissels in het veld gebracht. Albert Hoekman en A-junior Klaas Rompjes, die vandaag zijn debuut maakte, zijn in het veld gekomen. Om nog iets meer druk op het doel van ACV te geven. Albert Hoekman. Hessel Snoek. Van hier de voorzet. Met Klaas Rompjes. En zijn schot gepakt door de doelman van ACV. En zo blijft het 0-1 van ACV. En nu blijft het naar de ACV. Mensen.
Goed mensen, de interviews met de trainers na afloop van de wedstrijd zoals gewoonlijk hier. We beginnen met de winnende trainer deze middag, Fred van ACV. Fred, ik denk een zwaar bevochten overwinning vanmiddag. Ja, ja, zeker. Nou, volgens mij win je nooit op Urk makkelijk. Dus vandaag was geen andere wedstrijd dan anders. Nou, volgens mij vond ik ACV niet voetballen zoals wij ACV kennen. Met verzorgd voetbal, het was een beetje de lange bal. Was dat echt speciaal vandaag uitbedacht door jullie? Ja, we wouden kiezen voor wat sneller de diepte, wat meer lengte in ons spel. We hebben de laatste weken best dat we in de eerste fase van de opbouw aardig spelen. Alleen het vervolg is dan vaak minder, waardoor we heel vaak counters tegen krijgen. Nou, dat wouden we vandaag niet, want daar is nou Urk juist heel goed in. Dus nou ja, ik denk dat we daarin een goede keuze hebben gemaakt. Dat is misschien niet altijd even mooi. Maar in deze fase, met de vele spelers die we missen, met nou ja, de strijdwijze die de tegenstanders ook gebruiken, denk ik dat het vandaag de goede keuze was. We hebben daardoor een mooie goal kunnen maken. En ja, uiteindelijk wel heel veel druk tegen gehad. Maar ik denk dat we daardoor de overwinning binnen hebben kunnen slepen. Ja, jullie hadden de eerste 10, 15 minuten de controle over de wedstrijd scoren door Saber in de vierde minuut al heel vroeg. Daarna verlies je toch een beetje de controle. Waar lag dat aan? Nou, dat ligt een gedeelte aan onszelf, omdat je toch met een 1-0 voorsprong toch op een of andere manier een stapje terug doet. Omdat je denkt, nou ja, 1-0 houden. De andere kant ligt het ook aan de Urk, omdat die natuurlijk een stapje maken en ook wat veranderen. En iets sneller de cross geven, iets sneller ook de diepte zoeken. Waardoor je wel naar achteren moet voor de eerste bal of voor de tweede bal. Dus nou ja, dan krijg je dus een wedstrijd met heel veel strijd. Nou, dat heb je gezien, er is heel veel gestreden, heel veel overtredingen over en weer. Nou ja, dan krijg je dus zo'n tweede helft, als je nu gezien hebt, met niet al te veel kansen, maar wel heel veel gedoe en dreiging. Ja, eigenlijk gewoon de gelukkige winnaar misschien vanmiddag, als ik het zo moet zeggen. Nog een wedstrijdje of 5 en dan zijn jullie kampioen. Nou, wij moeten de 6, als je 6 keer wint ben je kampioen, dat hoorde ik net al. Ja, hartstikke mooi. Maar goed, je ziet nu, of het dan vorige week is of deze week, het is elke week op het kantje. Soms valt het dubbeltje de goede kant op, zoals vandaag. En zoals vorige week viel hij de verkeerde kant op. Dus wij maken ons geen illusies, we zijn blij dat we zo hoog staan. Dat we met nog een paar wedstrijden te gaan om de titel spelen. Ja, Dovo speelt nu niet, Stapper speelt 1 keer, nou wij mogen 2 keer. Nou, laten we eens kijken hoeveel punten kunnen we halen uit die 2 wedstrijden. En dan kom je of op gelijke hoogte of heel dicht in de buurt. Nou, en als het scenario heel mooi is, dan ga je eroverheen. Maar nou, laten we maar eens kijken hoe het zaterdag gaat. Oké, Fred, dank voor je reactie en veel succes. Lucas, zure nederlaag. Nou, ik denk wel dat een gelijkspel had waarschijnlijk een eerlijke uitslag geweest. Maar zo werkt het niet in voetbal. Wij maken een foutje na 4 minuten. En ACV heeft vervolgens heel subtiel gecontroleerd op die nul gespeeld tegen ons. En wij waren eigenlijk, je weet dat er maar een paar kansjes komen. En daar zal er één van in moeten. En dat is niet gelukt vanmiddag. En dan verlies je zo'n wedstrijd. Was het een verrassing voor je, de manier waarop ACV speelde? Nou, ik denk dat mede ook kwam door ons. Door de enorme druk die we toch ontwikkeld hebben. Zij het zonder succes. Ja, en dan is een tegenstander, moet ook wel lang spelen. En als je dat kunt tegen ACV, en als ik dan even naar onze achterste lijn kijk, naar het verdedigen, hebben we eigenlijk geen kans weggegeven. We houden dan dat slippertje, die tweede bal die op de lat geschoten werd. Nou, volgens mij heeft ACV niet meer kansen gekregen dan dat. En die waren heel efficiënt. En wij krijgen misschien ook een kans van Jelle voor rust, die kopbal. Ook een bal op de paal, dus in die zin was ook 0-0 waarschijnlijk eerlijker geweest. En we krijgen nog 2 kansjes na rust en daar moesten we vandaag mee doen. En we konden geen goal maken en dan verlies je. Wat was dan een beetje het manco? Na rust zet je ontzettend veel druk op de vereniging van ACV, maar toch komen er heel weinig uitgespeelde kansen uit. Nou, ik denk dat dat ook de kwaliteit is van ACV. Er staan natuurlijk wel een paar mannetjesputters achterin, Sijp, Wagenaar. We hadden nog meer over de zijkant moeten spelen, want daar waren ze wel kwetsbaar. Maar dat hebben we onvoldoende gedaan, de tweede helft. Goed, dan verlies je met 1-0, blijf je op 33 punten staan. Nog steeds niet helemaal veilig. Dan wordt de volgende wedstrijd thuis tegen NEC Nijkerk wel cruciaal. Nou ja, kijk, we hebben net na de wedstrijd tegen elkaar gezegd. Dit was nou de 4e, 5e kans om koploper van de middenmoot te worden. Want ik geloof dat de uitslagen wel weer aardig gunstig waren in die zin. Maar dan moet je zelf wel winnen.
Dus nee, we kijken niet naar beneden in Klaas. Dat hebben we nog niet één keer gedaan dit seizoen. Nee, maar je mist volgende week Lucas Nagel, je mist Maarten Dijkhuizen weer. Ja, dat zijn toch niet de minsten die je eigenlijk kunt missen? Ik praat nooit over wie we missen, dat weet je. We krijgen Klaas Kramer er weer bij. Ook volgende week staat er gewoon weer een goede ploeg die 3 punten kan pakken van NEC. Oké, veel succes volgende week.